Even na 9 uur vertrekken de klasgenoten van Gregory vanuit de Sint-Lutgardisschool naar de Sint-Pauluskerk. Met hun in kielzog tientallen schoolgenoten en leerkrachten. Vierde, vijfde en zesdejaars gaan te voet naar de kerk. Daar wordt de lichtkleurige kist van Gregory binnengedragen. Grote groepen leeftijdsgenoten brengen nog een laatste groet aan hun school of klasgenoot en vriend. Ook burgemeester De Wever en schepen Marinauer en schepen Heijlen willen hun steun betuigen. Het wordt een intense plechtigheid met heel veel steun van vrienden. Hebben jullie die steun ook gevoeld de afgelopen dagen? Ja, heel erg. Ik vind het absoluut chapeau als je ziet wat zij gedaan hebben. Ook hoe de school dat gedaan heeft. Ik denk dat dit ook heel belangrijk is en dat men nu op een hoopvolle manier jonge mensen kansen geeft om verder te gaan, hoe moeilijk dat ook is. Het zijn de beste vrienden van Gregory die de kist naar voren brengen. Ze dragen allemaal een rood hemdje en een strik als eerbetoon aan hun vriend. Ontroostbaar verbijsterd. In het stomme geslagen zijn we hier verborgen. Met honderden samengekomen. De pastoor verwelkomt ook kort de Poolse familie van Gregory. En dan nemen klasgenoten het woord. Gregory was het gezicht van 6C. En nu is hij dat nog meer. Hij maakte van onze klas één geheel en bracht iedereen dichter bij elkaar. Nu ben je geen engeltje op aarde meer, maar een engeltje in de hemel. Je zal de felste ster zijn die wij mogen aanschouwen. En net zoals alle rockgoden ben ook jij onsterfelijk. We zullen je nooit vergeten. Klasgenoten hebben de kaarsen bij die de afgelopen dagen in de klas op de plaats van Gregory brandden. Andere leerlingen vormen een koor.